Hey, hallo. Hier zijn we terug. Ja, ik ben zo wat oude kaarten bekijken. Dat is ook fantastisch. En dan zie je hoe weinig wegen erop stonden tegenover vroeger. En is ook gemakkelijker van zo de kasteeltjes en de boerderijen en de hoeves terug te vinden. Of de molens of zo. Dus, en ook, het is wel grappig ook omdat dat soms anders geschreven is. Zoals hier een Mortsel werd dat geschreven. En plus er Mortsel, dat is met twee O's. En zo zijn er andere woordjes ook wel anders. En ook heel veel in het Frans, bijvoorbeeld. De kasteel stond meestal in het Frans, bijvoorbeeld hier. Château de Nuit de Lège. Dat is hier een kasteeltje, dat bestaat nog. Maar zit, en die was afgekort zo met CH of CHT. En molens ook hier. Zo'n tekentje, dat is een molen zo. Zie je, zo'n bolletje met zo'n krusje. Hier heb ik nog, wachten we, nog molens. Hè. Ik kan dat niet direct vinden, maar in deze is het hier. Dat is toch geen naam met die molen. Oh, hier, dat is ook wel grappig. Vieux Dieu. Dat is de oude god. Dat we nu noemen. Maar het is allemaal niet zo wat in het Frans. Dat was zo vroeger zo dat er dikwijls dat in het Frans werd gezegd. Hè. En kasteeltjes. En hier heb ik zo nog de... En dan heb ik nog een hoofdje neer. Dat is gewoon een hoofdje. De Heilige Geesthoven in Borsbeek. En dan hier is ook de strijk, de veldkant. En de beek ook. En... Ja, nog een andere molen en een suiker. Vind je dat niet zo dicht? Dat is juist dat je zoveel gezien. Maar zwart. Je kunt dat ook eens bekijken. En als dit gewoon van de Google dingen zo bezig te zijn. Hè? Dat gaat ook zo leuk vinden. Ook wel kaarten natuurlijk. Maar als je meestal moderne kaart komt, begint ook zo... geopunt. Je moet het daar eens op gaan zien. Dan kun je ook nog oude kaarten vinden. En de nieuwe. En dan kunnen we iets vergelijken en dan kunnen we zo zien wat er gedurende de evolutie is gebeurd tussen de oude, lang geleden en vroeger. En dan zie je hoe dat de wegen en de dorpen allemaal zijn structuur hebben gekregen. Dat zou ook wel tof zijn. Als je er niet aan uitgaat aan die G-punt, een meester of juf kan er zeker wel maar voort. Maar ik denk dat je dat zelf ook wel zult kunnen. Hè? Allee, veel succes! Ik ga even zien, de hoven.